Drummels en Drummelinnekes hier in de Meerthal. Gewin het normaal spelletje op de Meert. Maar gezien de weergoedoos niet gunstig gezind ziet en het alleen maar koud maakt, hebben we besloten om het hier te doen. En dat heet ook zijn vuurdielen, want het is hier toch gezellig, voor of meer. Ik heet u allemaal van harte welkom. Te beginnen met onze prins en zijn gevolg. En zien in hier een huf op. Ik zie door zijn opperdreumel heel terecht met een hoergenoot. En zijn echtgenoot doet er aard van zaak. Ze zien de eerste gasten vandaag op de Brulhof. En ik zou zeggen, amuseer u vandaag goed. Probeer, en dat wil ik ook toch wel vragen. Het geluid is goed, maar probeer stilte te bewaren. Zodat het spelletje wat ik gestudeerd is onder leiding van Liz van Lieshout, dat hier ook netjes over de plank komt. En om het spul ermee te beginnen, dan wil ik ook eerst aankondigen, ons stand, Mimai. Als je de echo-beker al hebt, dan heb je kunnen lezen wat ze er allemaal over geschreven heeft. Ze weet er eigenlijk alles van. Dus ik vroeg wel aandacht voor Mimai. Mensen, mensen toch. Drummels en drummelinnetjes. Nou, hier dit feitelijk beginnen, hè? Maar of het een plechtige plechtigheid wordt, dat hangt nog in wie zeg. Die twee vaders, die stonden nog als twee kroelse hanen tegenover ien. Ze konden het maar neervingen samen. Het is feitelijk allemaal begonnen op het verlovingsfeest. Toen mende Handri dat zijn dochter Jet met Richard van den Dokter zou trouwen. Maar nee hoor, die vertikte het om op carnavalsdinsdag te trouwen. Die waren er nog lang niet klaar voor. Maar den hier oom, die bracht klorigheid in de brouwerij. Die heeft nog een andere zuster. En die moet nou vandaag maar trouwen. Maar ja, of die vader staat goed vingen, ik geloof er niks van. Want die hebben zich nog steeds in de hoor. Maar we zullen het wel zien allemaal. Gelukkig kennen die moeders het beter met elkaar vingen. Henri, ik wou dat geen toch eens over zoen hield, zodat ik me hier kan voorstellen. Ik ben blij dat je weet dat ik mijn verzoen kan houden. Je kunt het gaan niet, want je hebt het gaan in. Maar goed, ga ook in. Ik heb liever dat je dat zegt als ene die goed wies is. Maar ik ben Sef van Boetjang van de Broek. Ik ben een grote boer. Ik ben wethouder, lid van het kerkbestuur en voorzitter van de Boerenbond. Dat je een groet en boer ziet, dat weten ze heren en mij echt al lang. En een grote grootsmiet erbij. Maar dat je een groet en boer ziet, maar als je op kunt schuppen, dan kun je dat nog veel beter als ik. Ik ben Handri van Billesleers in de Naad. Als net zo'n grote, kleine, dikke boer als hij. Maar ik ben voorzitter van de stierhouderij en van het burgerlijk ernbestuur. En sinds kort ook nog bestuurslid van de Boerlienbank. Dada! Dat laatste, dat had alleen maar aan mij te danken. Want als ik mij beschikbaarheid gesteld, dan...
Dan moet ik kwikbillen huren. Laat me toch niet lachen. Je wist goed dat je geen schietvakantie had. Zeg, Kelsenus, als je nou eens hier even stil ziet, dan kunnen wij ons hier ook voorstellen. Ik ben Willemien van Schobbersjaad en de vrouw van Kempa Sef. En ik ben Drieke van de Ene Kuip en de Kempaan van Handri. En wij laten ons kels maar zeggelen. En als ze zich in de hoor willen vliegen, dan pikken wij ze wel even in de kern. Zo'n vrouwen, wat kunnen die nog meer dan zak stoppen? Nou, ik meen dat die van O nog wat meer voor deut als zak stoppen. Of gaan we nog samen naar bed? Dat is een heel anders, ja, Pieter. Ik word er maar zeer zo voor O hebben met wenken. Het is dat ik bestuurslegier ben van de bank. Maar anders... Wat anders? Er zijn andere banken zat die misschien nog veel meer rente geven als bij jou op die Borrelienbank. Maar waarom gaat het niet naar een andere bank? Omdat je met hand en voet aan het vast zit. Hoe dat les ga ik niet mogen zeggen. Als je dat maar weet. Trouwens, de mensen gingen zo naar een andere bank als ze wisten hoe gemakkelijk geen redder bij de buurt pakt. Nou, brug bij de klomp. Wie heb ik bij de buurt gepakt, behalve ons Veerke? Wie? Mij? Dat is maar alles zo erg. Want meer als de hele van Hoos pakte je bij de buurt. Ja, maar dat is dan in belang van de andere helft. Maar wat voor belang heeft die andere helft er dan bij? Dat er bij ons op de hoog in de luchtenpool kwam? Omdat dat alleen uw eigen belang was. En dat geen meter gras werd genomen met uw stieren. Ik heb geen stieren. Maar uw stierhalder-rivaal, die heeft uw schoonste koe, Belle Clara, laten dekken door Petranus in plaats van door Hannibal. En dat komt op hetzelfde neer als dat een prinses het al heet met een embestmenbinger. Willemien, zei de geen jongens wat? We hebben het over onze Belle Clara. Ja, vader, dat is een staatse koe. Ja, maar het ging mee meer om de muk. Zeg, Willemien, moet er nou huren? Ze beginnen zich elkaar te begrijpen. Sef neemt de andere al in de muk. Maar wat we daarnet zeiden over Pietje, onze Sjeng ga je net met 9 jaar ook de kinkoes. Zo'n vrouwen, nog gewoon vandaag haar kinderen trouwen. En wat hebben ze erover? Over de kinkoes. Dag, ik ben Mie en een schoolvriendin van de broed. En vandaag getuigen. Ik ben zo blij voor u, al zal ze van mij wel nimmer veel te eten hebben. Maar laat eens maar zeer schoot bruiloften. Dag Willemien en Drieke. Fijn dat je hier ook ziet. Dag Mie. Kom door plichten als getuigen hier ook vervullen. Dat doet de goed. Maar hoe is het met Sef en Andri? Zien die het nog niet eens? Die tweeën, vest ben ik dat er een beetje op begon te staan. Maar als ik er nou weer zie stond te wijsteren, zal het wel niks weren. Ach, laat die tweeën maar. Maar herdag gehuurd, zondag is ten deken bij Driekes op een drij geweest. Op zondag, wat was toch aan de hand, hè? Toen was het een duivel los. Leeg ik niet meer naar de kerk. Ja, dat klopt. Kom, zien meid, die heeft het goed gemaakt. Wat? Heeft een deken of de keplonder intussen gezeten? Niet dat ik weet, maar ze hebben samen op den drij gelegen. En toen is Leid te wiet gegaan. Maar hebben ze dan strui voor de koeën gehaald? Me kan wel huren dat geen nog net reur ziet achter de oren. Ik doe het wel zo half en half. Wat een schande voor de familie. Hoe kreeg ze het ver? De boer heeft me eraan gelacht. Wat heeft de boer me eraan gelacht? Mee kom de geest even zitten. Zullen we ooit wat wijzer maken? Ik zie Jet van Henry van Billensnijders in de Naad. En ik, Berenger van een dokter. En ik vreem een uur. Ja, wie zou je feitelijk vandaag trouwen? Maar Richard is nog niet klaar. Ja, wat men ziet,
nog niet afgestudeerd, maar vertrouwen ben ik al lang door. Richard, gedragen wat, ja. Maar als ik zie met hoeveel dat G al hier zit, heb ik er toch wel een beetje de knoet in. Ik ook hier, maar me zit wegens de night after. Nou hebben Lucie en Han al een boerderij op het oog, maar dat is wat weinig grond in. Als wethouder kunt u misschien er wat aan doen. Ja, ik heb ze niet voor niks op die boerderij in de hei uitgestuurd. Op de eerste plaats, de Ermoet Zeijer die daarop zit, durft toch geen geld te vragen. En op de tweede plaats, er komen 10 hectare van de gemeente vrij, die krijgen ze. Dat heb ik met de burgemeester al lang rond. Ja nou, als het maar af voor een eigen zoon geeft, het vorig jaar kwam er in de heien en boenderwij. Die had ik geen gehad, maar ik kreeg het met de burgemeester niet rond. Maar wie kreeg hem? Ja, krijg, Seferboetsjan. Nou moet ik geen eerlijke muggen ziften. Die plak sloot precies aan het min aan. Die kost niemand beter gebroken dan ik. Maar wie bleef er onder mijn doeven scheten? Den dikke boer, Jorge Handri. Maar het is door onschuld heb ik voor dat stuk grond veel meer betaald als het waard was. Ja, dat verdiende je al lang terug bij de gemeente. Maar hoe is het met de grond in de hei? Moet Handri kopen of paarden? Dat kan allebei. Maar als ze kopen, nemen ze hem nooit meer af. Maar heeft hij dat geld? Nee, genoeg. Maar hij en de bank hebben het samen zat. En met O als schoonvader moeten ze gemakkelijk kunnen krijgen. Goeiedag. Ik zie Kuip, daarom zie ik wat ze troog. Maar ik zie vrijgezel. En de beste kameraad van Han. En daarom zie ik getuigen. Maar ja, nou die getrouwen. Ik denk maar dat ik op mij doet gooi. Want ik zou je niet weer toe gaan als de zondagen door moet komen. Kup, wilde je me mee aanleggen? Ik heb van 3 keer gehuurd wat dat inhoudt. Middo, daar heb ik nog niet over gepraktiseerd. Maar ja, en brulf is wel een goeie gelegenheid. Zullen we dan maar samen brulften? Geerkuip, en leggen we dat samen, hè? Dat weet ik nog niet, maar wat een brulf, kuip, duk een brulf, of niet, hè? En hoe is het met jullie tweeën door? Is de wind een beetje gelegen? Ja, we zullen ons wel beneden moeten leggen, maar we hebben nog een geldprobleem. Ik zie door een dokter met de vrouw aankomen. Misschien kunnen die wat verborgen. Goedemiddag samen. Ik ben dokter Theodor van het Nieborg. En dit is mijn lieve vrouw. Ik ben Elisabeth van het Nieborg. Maar al meer dan 30 jaar dreumelachtig. Hoe is het, mama? Kan er ondertussen in alle rust getrouwd worden? Of zijn er nog problemen? Problemen, Greg, problemen. Eigenlijk mijn klein dokter, maar nou dat wij jou hier zien, kunnen je er ons misschien gemakkelijk vanaf helpen. Hoezo? Moet ik die twee misschien dan op een gezondheid onderzoeken? Nee, dokter, dat niet. Maar misschien dat je bij jezelf het moet onderzoeken. Namelijk over financiële toestand. Ja, kijk, Loesje en Haan hebben nou een boerderij, maar daar zit wat weinig land bij. Door wringt de schoon. Ik heb wel gezorgd dat ze van de gemeente kosten bijkopen, maar hoe komen ze aan geld? Och, dat lijkt mij niet zo'n probleem. Met jouw chef als wethouder die voor de grond zorgt, en Handri,
als Hoge Piet van de Boerenleenbank kan dan toch zeker wel voor geld zorgen. Ja, maar dokter, zo groot ben ik niet dat ik zomaar geld loskrijg zonder borg. Maar ik weet wel dat jij als dokter eens gemakkelijk aan mij kunt hebben, dat je gemakkelijk borg kunt stoon. Ja, heer dokter, zou jij dat willen doen? Dat noem ik nou eens boerenslimheid. Mij in de familie Billesnijer in willen kopen. Maar, alle meneer, als daarmee de zaak gered is, akkoord. En als Han en Lucie dan wat van die boerenslimheid geërfd hebben, loop ik geen enkel risico. Maar, ik stel één voorwaarde. En als wij kunnen, zullen we die geërfwaarde. Je hoort het wel dat er een wethouder is. Afschuiven, afschuiven en anders afschuiven. Even van de tekst. Maar ja, als jullie de strijdbijl begraven en eensgezind achter het paardje gaan staan, akkoord. Ja, heer dokter, dat beloven we plechtig. Dan vind ik dat we er daar zeker een op moeten drinken. Proost! Zandjes! In de gekkigheid die vastenavond heet. Ik dank u voor de nogal boerse schreden waarmee gij hier was zijt geschodderd om de knaatsgekke, maar o zo machtige momenten mee te maken waarop de huwelijkszegen zal vallen over het boerenbruidspaar Han, zoon van Sef van Boertjang van Broek en Willemien van Schobbelsjaad en Lucie, dochter van Handri van Billesnijers in de Naad en Drika van Deinekuur.
Het zal u stilaan opvallen dat deze namen indrukwekkender klinken dan de toezeggingen die de land- en tuinbouwers en veeboeren momenteel uit Den Haag verkrijgen. Nu het paar 3 weken lang van de preekstoel is gevallen en geen beletselen zijn binnengekomen, vraag ik de beide vaders: zijn er nog beletselen welke roet in de buis kunnen veroorzaken? Ja, wetten, ja, hij deed maar en hij wil maar op mijn ziel om een uur. En hij met me, hoi. En de moeders? Wees je gelukkig van hij doet in den Hegelsen. Laat ons dan aanvangen met sluiting van dit huwelijk voor de jen. Willen dan de getuigen Kuub en Mie nader treden? Getuigen, u weet dat er geen bruiloft in de Meertal komt als het niet strikt voor de flauwe jen is, als de familie nog niet uitgesteggeld is, voor of na de carnaval, als het Rode Kruis niet met de hele huifop aanwezig is, en ten laatste, als het niet in vol ornaat aanwezig is, onze opperdreumel, burgemeester Fazal. Dat aan deze voorwaarden is voldaan, dat durf ik 10 schenken boterhammen en een eerlijke kompaslees onder te verwedden. Dus, ik vraag de getuigen, wring bij u het stro nog in de klompen, of gooit u om andere reden de kont tegen de krib? Laat dan uw antwoord in de Meertal galmen. Lot gewoon en blief nistoon. Bij ons toe zeggen ze al, niet zijveren en niet beuken. Lot gewoon de wagen. Han, wilt gij Lucie hier tegenwoordig nemen tot uw ongeldige huisvrouw volgens het gebruik van de dreumel? Ja, wat het willen. Ik zit er knater van. Lucie, wilt gij Han tegenwoordig ook hier nemen tot uw ongeldige man volgens het gebruik van de dreumel? Ik maak hem wel ongeldig. Lot dat maar aan mij over. Geef elkaar dan de rechterhand. Zo was. Neemt de ringen en schuift ze elkander aan. Ik ben zeer verheugd u te kunnen melden dat deze zegening voor het eerst sedert jaren weer is gebeurd met gezuiverd molenbeekwater. En natuurlijk geeft elkander een snoetje. Hiermede verklaar ik dan dit huwelijk voor toteloos. Het mogen gezegd zijn dat dit wel eens een zeer modern huwelijk kan zijn, daar het reeds morgen bij de eerste hanenkraai wordt ontbonden, als er tenminste nog een haan is. Want in deze bange tijden zal in ieder zich tevreden moeten stellen met een halve haan, weliswaar met patat. Dat zit zich maar bekijken. Broeders en zusters in de vastenavondgekte, u verrast vandaag natuurlijk op een korte preek en daaraan wil ik gaarne voldoen, omdat er toch al zoveel gewabbeld wordt.
numerus stultorum infinitius est. Het getal der gekken is oneindig. Woorden uit de eerste carnavalslager van de Romeinen aan de Vatabieren. Worium et dorium op tekst van Henricus Hesius. Beminde broeders en zusters, gij die de storm des levens moedig hebt doorstaan, als ook de herfststormen van deze winter, en vooral ook de carnavalstorm die de afgelopen dagen over ons is geraasd, vreest niet. Want ook deze stormachtige dag zult gij overleven zonder zorgen voor de dag van morgen. En als vannacht de Horster pizzalokalen worden leeggedweild en het zoveelste carnavalshuwelijk in de boerenbruiloftshistorie van Horst op zeer moderne wijze dus na één nacht wordt ontbonden, dan geef ik u permissie om met kiel en mijn zesterse box aan in bed te vallen en uit te roepen: ze kunnen me nog niet meer vertellen, maar dit nemen ze ons niet meer af. We zullen al onze toverkunsten moeten tonen om uit de misère te geraken. Minder zeikvaren, minder produceren. Minder leveren, maar meer omzetten. De hondenbezitters zeggen dat hondenpoep niet gevaarlijk is, al kun je lelijk overvallen. Dus daarmee gaan we het land op. En voor de varkens is door de biologische school een nieuwe pamper ontwikkeld, zodat we van dat gezeik af zijn. En wat zien we gebeuren aan de Ivoorkust? Gelegen achter de Goudkust, rond den Elzenhorst. Iedereen die de bank laat meedenken, probeert een plekje te bemachtigen in een van de hertogelijke lanen om een landhuis aan te leggen. Een bekend Horster drankenhandel, goed wijs, ziet het gat in de markt al en gaat een hele straat aanleggen, de Hertog Janlaan. Maar de grote hypotheekdrukte zal de druk op de bierkraan doen afnemen, zodat de duurdere Hertog Jan niet zal vloeien en de gegadigden toch zullen afzakken naar de Jordaan voor het vatten van een brandje of een loodvrij Bavaria. De rondweg Horst is nog niet rond. En ik zeg u, als het aan de burgers ligt, komt hij nergens. Het beste zou dus zijn, zoals de naam al zegt, rondom Horst. De A73 tegenover Theo Tank is een 2-verdiepingen hotel gebouwd. En ik zeg u, om al de directies die hier worden ondergebracht aan het werk te houden, moet het stukje weg 2 keer zo lang en 3 keer zo breed worden. Het gedeelte Horst-Venraai zal dan ook 4-baans worden. Dan het samengaan van PvdA en VVD. Een echte carnavalstunt. Ik zie ze al in mekaars fractievergaderingen. En ik zeg u, Jos Wijs zal fluisteren: sssst, er zitten doeven op het dak. Onze pogingen om Horst te promoten gaan weer terug in de tijd. Want ik zeg u, de familie van de Munkhoff is na lange tijd weer terug op de oude lint. Horstenaren gaan in Polen weer tussen de peerbomen werken.
Smit en Eindje gaat weer met de bus naar Venray varen. Al is het dan maar de peeltax. De Rouwenheerse is populairder dan ooit. En gij zult zien, na de magere jaren zal alles bij het oude zijn gebleven. Men zal vragen, hoe gaat het met de boer? En ik zeg u, hij zal antwoorden, slecht. Ik kan niet klagen. Broeders en zusters in de land- en tuinbouw, stap in uw vaste overstrein en kom en bid je dreumelechtig in de meertal. Alwaar volgens goed gebruik de geestelijken in de toog en de boeren aan de toog zullen staan. Ik wens u een koddige bruiloft en mocht u de EHBO'ers van het Rode Kruis vanavond nog nodig hebben, dan is het niet om blaren te prikken, maar om u af te helpen van het hikken. Ten slotte roep ik uit, zo hard dat ze het in Den Haag kunnen horen, laat in godsnaam de boeren maar dorsen. En tot u roep ik het uit, zeg nooit tegen de carnaval, ik ga je niet meer. Amen. Onderhand is de kerk heel goed volgeworden. En we hebben nou als jonge broedspaar, we kunnen nou eigenlijk gewoon feesten. Maar voordat we zoiets zien, zien er dan toch nog een paar dingen. En ik zou hier onze opperdreumer burgemeester Persoon naar boven hebben. Omdat ons boerenbroedspaar, onze opperdreumer, in uw blijdschap. Ja mevrouw, kom met mij, kom met mij. Kom maar mee. Man en vrouw zien hier, en als ik dus de burgemeester hoed nu, dan telt de vrouw er ook mee, hoe de rechter zijn. En het broedspaar zijn Gerardo burgemeester en cadeautje overhandigen. De huwelijksfoto. Beste dreumels en dreumelinnetjes. De bank en de gemint en de boer die hebben geld zaad. En dat zal altijd wel zo blijven. Ik ben gisteren nog bij de bruid geweest aan huis om te kijken of alles goed ging. En ik heb de bruidegom en de bruid aanschouwd en ze hadden maar oor en oog voor elkaar. Ze zagen nauwelijks het bezoek, het was zeer hoog bezoek. Alle oud-prinsen waren even naar de Hegelsom gekomen om de bruid moed in te spreken. Maar ze keek naar haar toekomstige man en die keek terug en ze verdronken zich in elkaar.
En ik heb precies toen ze elkaar in de onecht trouw beloofden rondgekeken. Ik heb mijn ogen afgewend van Lucie, hoe moeilijk dat ook is. En ik heb rondgekeken en al die vertederde blikken gezien die hun alle goeds toedachten en toewensten. En dat doe ik ook namens alle dreumels en dreumelinnetjes hier van harte. Maar hoe mooi Han de bruid ook is, zorg dat ze altijd mooi kan blijven. Ik geef haar een spiegel, een zeer kostbare spiegel zoals u alle kunt zien. Een spiegel op de dag van carnaval, de spiegel van Tijluilenspiegel, de spiegel van het sprookje die zegt, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de schoonste in het dreumeland? Antwoord eens, wie is de schoonste in het dreumeland? Wat is dat nou voor een antwoord? Ik hoor alleen maar de regels om. Wie is de mooiste in dreumeland? Spiegel je aan elkaar. Hou elkaar de spiegel voor. En zorg dat je zo mooi blijft als deze dag. Dit is mijn eerste cadeautje, want u zult zeggen, de gemeente heeft weer geldzaad gehad. Dit is mijn eerste cadeautje, Lucie, is voor jou. Maar u hebt vanmorgen in de krant gezien dat Horst het centrum van de agribusiness is. Dat er in de hele wereld eigenlijk geen centrum zo groot is als Horst. Geweldig, zo'n dagblad van Noord-Limburg, 's morgens. Mijn dag was weer goed. En ik weet dat Han een slagerszoon is die in de ziekenzorg gegaan is. Heel goed, heel goed. Een lieve student en een zieke verzorger, wat kan er mooier zijn? Alhoewel, Lucie, je kent dat verhaal van die mensen die het gelukkig zouden worden. Die was getrouwd met een telefoniste, maar die zei steeds, ik verbind u door, daar heb je niks aan in een huwelijk. En een zieke verzorger die zegt, rustig blijven, jok. Ook wel eens over nadenken in ieder geval. Maar een psychologiestudent die zegt, ik zal je het leren tot je het kent. Dat is geweldig. Maar om de agribusiness nog wat verder te brengen, heb ik, toen ik vanmorgen dat in de krant las, nog een nieuw product aan onze uitgebreide reeks agribusiness producten toegevoegd. Als u naar de achterkant van deze pot kijkt, ziet u, denkt u, boerenjongens. Is ook zo. Als u naar de voorkant van deze pot kijkt, dan staat erop, Dreumelse Borenkels. En dat is een product waar wij de wereld mee zullen veroveren, Lucie en Han. Ik geef jullie dat licentievrij. Er staat op, hoofd Botterlier 1994, Prins Bert de Nuste. De inhoud is een halve liter, maar als je hard werkt en veel inneemt, dan wordt je pot steeds groter. Hè? En er staat ook op dat die 86% alcoholvrij is. Die andere 14% moet mee oppassen. En de vergunninghouder, dat is bij de gemeente zo, is Opperdreumel van Sol. En wij moeten diversificatie hebben in Horst en daarom staat erop Lucie's liefde op brandewijn. Dat is houdbaar, dat blijft goed en het is business. Blijf verliefd op elkaar en ik zeg je eerlijk toe, als je ooit echt de boot instapt, dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand, tenminste als ik 16 december herbenoemd word hier in Horst, even een beetje oppassen hè, met die wethouders, heb je precies nog gehoord, hè? Als ik herbenoemd word hier in Horst en jullie trouwen echt, dan zal de ambtenaar van de burgerlijke stand de burgemeester zijn. Blijf gelukkig, veel plezier, van harte proficiat.
Dreumelinnekes en Dreumel, wij mogen, Dreumels, wij mogen onze opperdreumel en zijn echtgenoten wel bedanken dat ze heen naar boven zijn willen komen. Ja, en je weet het, misschien pesten en een burgemeester, nee, ik weet het niet, maar je zou toch zo aan de buurtkampioenschappen van Limburg mee kunnen doen, hoor of niet? En nu hebben we nog een verrassing. En die verrassing zal ook aangekondigd worden door onze heerzoon of heerbroer, net hoe je het nemen wilt, Willem. Dames en heren, normaal is het zo dat als de geestelijke uitgesproken zijn en de ambtenaren zijn aan het woord geweest, moeten wij onze mond houden. Maar gelukkig mocht ik hier nou uit mezelf een uitzondering op maken. En je weet misschien allemaal dat Lucy, Han, en ik moet ook wel zeggen ondergetekende, al jarenlang lid zijn van ons jongerenkoor, heeft die vereniging gemend, om toch misschien wel iets in te studeren. En dat willen ze nou Geer even komen brengen. Ik zou zeggen, jongerenkoor, kom naar boven. Van een trouwe dochter en een oetzet. Dus bij deze wil ik Lucy dit als eerste aanbieden dat hij mijn toon kan halen. En als je dat ooit nog een keer echt gaat trouwen, dan hebben we al de hele vrouw gehad. Thank you.